is de wereld een pop-icoon kwijt. Voor de eerste keer wint de Nederlander de Ronde van Italië. And Democrats are going to be saying, what went wrong? De vakbonden vieren het als een grote overwinning. This is an historic moment. The United States of America has elected its first black president. De Soul Soundtrack van de week. Regisseur Martin Koolhoven maakte films als Schnitzelparadijs, Oorlogswinter en Brimstone. Hij weet niet alleen veel van films maken, maar ook van muziek. En daarom kiest hij elke week een Soul Soundtrack bij iets uit het nieuws van de afgelopen week. Martin, goedenavond. Hey. Hallo. Heb je het al geraden? Waarom we het liedje gaan luisteren, waar we naar gaan luisteren? Nou, iets met dieren, maar dat kom ik niet. Nou ja, het afgelopen jaar zijn, ik zal eerst iets nieuws doen. Het afgelopen jaar zijn een heleboel Brabantse veehouderijen onderworpen aan een intensieve controle vanuit de provincie. Slechts 43% voldeed aan de eisen van de inspectie. Nou, dat zou op zich niet nieuws zijn dat me normaal gesproken zou triggeren om een nummer erbij te halen, totdat ik las de hoeveel veehouderijen hoe het er om ging. Mm-hmm. 1612 veehouderijen werden intensief gecontroleerd. 1612, dat kon ik niet laten liggen. Dus ik heb 1612 van Wolfpack uitgekozen. Ah, hartstikke leuk. Ja, dat is een hele voor de hand liggende link. Eigenlijk ik vond hem zelf eigenlijk briljant. Ja. Ik geef je een schouderklopje op afstand, Martin. Ja. Nou, een paar jaar geleden werd ik door Melger Meijermans gewezen op Wolfpack. Ik ken Melger als componist. Samen met twee anderen had hij Rexsound. Dat aanvankelijk voornamelijk muziek maakte bij commercials, maar ook wat deed voor Erik de Bruins Wilde Mossels. En dat vond ik te gek. Dus vroeg ik ze voor het Schnitzelparadijs, waar ze een te gekke groovy soundtrack van maakten. En dat was voor het eerst hun echte eerste soundtrack voor een film. En daarna maakten ze ook orchestrale scores voor Alles is Liefde, Marathon, Komt de Vrouw bij de Dochter, Dosje en Kaas, Zoon, Bloed, Zweet, nou, echt een heleboel. En Melger die komt dus heel vaak met zijn hele familie bij mij eten. En zijn zoontje Manu, dat is een hele grote vriend van mijn zoontjes. En dan eindigt het altijd in een enorm drinkglas, waarbij we enorm tot diep in de nacht funk gaan luisteren. En tot ergernis van mijn onderbuurman trouwens. En een paar jaar geleden zei Melger, dit moet je eens luisteren, dit is niet normaal. En toen zette hij een van de vele jam sessies die je ook kan vinden van YouTube, op YouTube van Wolfpack. Nou ja, jij hebt het vast wel gezien, dat is echt helemaal te gek. Ik zag dat toen voor het eerst en ik wist niet wat ik zag. Ja. Ik was meteen verkocht. Nou, het is alsof een paar nerds alle goede soul en funk uit de hoogtijdagen hebben bestudeerd. En dat dan een soort van wetenschappelijk hebben aangepakt. Dat is gewoon niet normaal hoe goed het klinkt ook. Het is vreselijk strak en funky. En nou ja, Wolfpack die bestond dus al, dat wist ik toen niet, sinds 2011 of zo. En het eerste nummer dat ze op YouTube posten heet Beasley. En dat deden funk freaks en bassisten van overal ter wereld hun hart sneller kloppen. De band is bedacht door Jack Stratton, van wie al filmpjes te vinden zijn, dat hij als dreumes zingt en gitaar speelt. Nou ja, het was niet echt een gitaar, maar een ukulele. Maar hij noemt hem dan als klein ventje, noemt hij het al een gitaar. En alle bandleden van Wolfpack kwamen van de University of Michigan's Music School. En dat heeft dus wel een beetje een soort van conservatoriumachtig geurtje. Het zijn geen acid-droppende funketeers. Het zijn keurige jongens die gewoon niet normaal goed zijn. Ze zijn ook verschrikkelijk slim. Toen ze via YouTube en social media een beetje naam begonnen te krijgen, bedachten ze dat ze wilden toeren. En daar hadden ze dus geld voor nodig. En toen bedachten ze een list om Spotify-monies binnen te haken. Ja. Het album Sleepify, dat bestond uit 10 nummers van een halve minuut stilte. Ze vroegen toen hun fans om dit 's nachts op repeat aan te zetten. En ja, omdat een half minuut is dus genoeg om royalties aan te tikken. En ka-ching, toen hebben ze €20.000 bij elkaar gehaakt. Totdat Spotify de lucht van kreeg en het album eraf gooide. Helaas, ook saai trouwens dat ze dat doen. Maar ja. Nou, toen heeft Wolfpack getoerd en konden mensen gratis naar binnen. Wolfpack groeide en groeide en werd een echt fenomeen. En in 2017 trapte de band 2 keer op in Paradiso. Ik was er niet bij, maar ik heb vrienden die erheen gingen. En dat schijnt echt fantastisch te zijn. Ja. Was jij er? Nee, we hebben op Soul & Jazz hebben we dat concert een paar keer uitgezonden. Dus dat was dus fantastisch. Ja. Of niet? Ja, absoluut.
Ja, nou ja, vanavond dus niet een instrumentaal. Meestal zijn het instrumentaal nummers, maar vanavond doen we dus door de Brabantse boeren luisteren we naar 1612. Toen men Stratton vroeg waar het de tekst op sloeg, zei hij dat hij een tijdje een Airbnb had gehad. En dat 1612 de code was van het huis om naar binnen te gaan. En op een gegeven moment werd hij zo vaak gebeld door allerlei huurders die dat nummer vergeten waren, dat hij besefte dat 1612 een belangrijke rol in zijn leven begon te krijgen. En hij zei van, ik hou van nummers die over nummers gaan. En hij wist dat gelegenheidszanger Antoine Stanley, die wel vaker meedoet, het zo zou zingen dat het leek alsof het heel erg belangrijk was. Nou ja, dat is dus wel een beetje Wolfpack. Het is alsof een onweerstaanbaar taartje of snoepje. De nummers zijn zo lekker, de compressie maakt het sound zo dik. Het is gewoon onweerstaanbaar. Wolfpack met 1612. Dit is de soul soundtrack van deze week.